Hallo waterliefhebbers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik uitleggen wanneer je een vijverpomp of wanneer je een luchtpomp gebruikt in een zwemvijver. En spoiler, het antwoord is bijna altijd een luchtpomp. Het kortste antwoord is dat je een vijverpomp eigenlijk alleen gebruikt als er een hoogteverschil is tussen je plantenfilter en zwemgedeelte. Nou, einde video, dat was dan abonneer je op mijn kanaal. Nee, ik zal het even wat beter gaan uitleggen. De functie van een vijverpomp of luchtpomp is om te zorgen voor watercirculatie. Die zorgt ervoor dat het water door het plantenfilter heen gaat. Wanneer je nou voor welke kiest en hoe je dat dus ook met een luchtpomp kan doen, zal ik in deze video uitleggen. En dat ga ik even in 3 delen doen. In het eerste deel leg ik uit wat de voordelen en nadelen zijn van beide pompen. In het tweede deel leg ik uit hoe een luchtpomp dus ook kan functioneren, net als een vijverpomp. In het derde deel geef ik een paar voorbeelden van zwemvijvers om te laten zien wanneer je welke pomp gebruikt. Als laatste bonus geef ik nog even kort aan wat ik zou adviseren als ik voor een vijverpomp zou kiezen. Wat voor plantenfilter ik dan zou gebruiken. Het grootste voordeel van de luchtpomp ten opzichte van de vijverpomp was altijd dat het veel voordeliger is in aanschaf en in gebruik. Dat is de laatste jaren al wat minder geworden. De vijverpompen zijn een stuk zuiniger geworden en goedkoper. Zo kun je nou al een vijverpomp in droogopstelling krijgen van 85 watt, terwijl een luchtpomp van dezelfde capaciteit 65 watt is. Dat verschil is lang niet meer zo groot als dat het wel eens is geweest. En vooral omdat een pomp het hele jaar aanstaat, is het wel handig om daarnaar te kijken, want dat scheelt wel gewoon weer een stuk geld. Maar je wilt niet alleen kijken naar het geld. Een luchtpomp is ook veel makkelijker om te installeren. En vooral omdat ik veel adviseer bij zelfbouw en daarom kijk je deze video waarschijnlijk ook, is een luchtpomp veel makkelijker. De hele techniek wordt namelijk geïnstalleerd in de zwemvijver, waardoor je geen buis hoeft te verlijmen en je weinig kans hebt op lekkage. Als je voor een vijverpomp kiest, moet je voor een vijverpomp in droogopstelling kiezen. Want de vijverpomp in de water zorgt voor elektriciteitsgevaar. En omdat hij in droogopstelling staat, werk je dus ook veel buiten de vijver. Waardoor je veel buizen moet lijmen, soms ook door de folie heen moet werken. Waardoor de kans op lekkage natuurlijk veel groter is. Vooral voor zelfbouw maak je dan jezelf een stuk moeilijker. Een luchtpomp kan echter water niet in de hoogte verplaatsen. En wil je dus een waterval of zit je in een situatie dat het plantenfilter hoger of lager ligt dan het zwemgedeelte, dan moet je met een vijverpomp werken. Maar een luchtpomp die blaast toch alleen maar lucht in het water. Hoe kan dat nou zorgen voor hetzelfde effect als een vijverpomp? Nou, een luchtpomp is niks anders dan een compressor die lucht blaast. En in een luchtpomp zit er een luchtslang aan die compressor en aan het einde daarvan een luchtsteentje. Deze plaats je in het water, waardoor je van die bubbels ziet in het water. Je herkent het misschien ook wel aan aquaria die je hebt gezien waar je ook zo'n bubbelsteentje in ziet. Door de luchtsteen in een buis te plaatsen die is aangesloten op de buizen onder het substraat, krijg je een zuigende werking. De luchtpomp blaast de lucht namelijk omhoog in de buis. En daardoor kan er van boven geen nieuw water inkomen. Het water wordt dan dus uit het plantenfilter gezogen. En zo krijg je dus ook een watercirculatie. Deze techniek noemen we de airlift techniek. Deze techniek is niet nieuw in de vijver- en aquariawereld, maar voor zwemvijvers wordt die nog niet veel toegepast. Als het goed is, weet je nu wanneer je welke pomp gebruikt. En ik geef nu een paar voorbeelden van zwemvijvers. En probeer ook zelf alvast even te bedenken welke pomp ik hier zou adviseren. Zet desnoods even de video pauze voordat ik het antwoord geef. Het eerste voorbeeld is de standaard zwemvijver met een rechthoekig zwemgedeelte midden in de vijver met het plantenfilter er helemaal omheen. Natuurlijk gebruik je voor deze zwemvijver een luchtpomp. Het tweede voorbeeld is van de zwemvijver die wat strakker is, waarbij het plantengedeelte wat duidelijker is afgescheiden van het zwemgedeelte. Ook hier zou ik een luchtpomp adviseren. De derde voorbeeld is van een hele mooie vijver met een natuurlijke uitstraling met allemaal grote stenen eromheen en erbovenop een waterval. Als je zo'n zwemvijver wil creëren, dan moet je een vijverpomp gebruiken. Dit laatste voorbeeld is misschien wat lastig met 2 aparte vijverbakken. 1 bak voor het zwemgedeelte en 1 bak voor het plantenfilter die met elkaar verbonden zijn. Ook hier, als het waterniveau maar in beide bakken gelijk is, zou ik een luchtpomp gebruiken. Als de ene bak natuurlijk hoog staat, dan gebruik je een vijverpomp. Maken jou die voordelen van een luchtpomp nou niks uit en wil je gewoon een vette waterval, dan zou ik een wetland filter adviseren. In tegenstelling tot de techniek bij een luchtpomp waarbij het water van boven naar beneden stroomt, zorg je bij een wetland filter dat het water van onder naar boven komt. De vijverpomp die pompt dus het water onder in de substraat en van daaruit stroomt het van onder naar boven en stroomt het van daaruit weer terug de zwemvijver in. Wil je het nog mooier maken, dan laat je het water van het zwemgedeelte ook nog eens met een waterval in de vijver daaronder stromen. En vanuit die vijver wordt het dan dus weer opgepompt naar het wetlandfilter. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan mijn tips en als dat zo is, zou ik het leuk vinden als je wil abonneren of een likeje geven. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.